Voorkomen is beter dan genezen en meten is weten, was gisteren de leidraad van de gehouden urologie-lezing. Het bedrijf SkinGlens, die de samenleving vaker informeert over belangrijke medische zaken, heeft in het kader van informatie die nooit te veel is, de lezing georganiseerd. Volgens uroloog Anand Ramsoek houdt de afdeling urologie zich bezig met afwijkingen, aandoeningen en ziektes aan de blaas, de urinewegen en de nieren. Ramsoek legt uit wat er gebeurt in stresssituaties. Het moment dat iemand zijn of haar buikdruk verhoogt, dus bijvoorbeeld bij hoesten, bij niezen, bij tillen, sporten, is de buikdruk zodanig verhoogd dat de sluitspier van de blaas, de klep die de plas binnen moet houden, niet sterk genoeg is om de plas tegen te houden. En dan krijgen mensen urineverlies. Dat is een afsluitmechanisme probleem. Die blaas zelf is niet ziek, de sluitspier is niet sterk genoeg. Misschien door een operatie, misschien door veroudering, door hormonale veranderingen. Mensen met urge en urgency, kan je hier lezen, die kunnen de plas niet ophouden. Als ze voelen dat de plas komt, moeten ze meteen zo snel mogelijk een wc vinden. En in sommige gevallen, als ze de wc niet kunnen bereiken, dan plassen ze een druppel of een scheutje of meer in de blaas. Als de bekkenbodemspieren niet sterk genoeg zijn, dan krijg je vererging van de klachten. Dan komen we richting gemengde incontinentie. Je blaas is te sterk, je sluitspieren zijn te zwak, minstens geringste ga je urineverlies hebben. Radioloog Ishwar Thakur geeft aan wat hun taak is als een patiënt wordt doorverwezen naar de afdeling radiologie. De afdeling krijgt de meeste verzoeken om echo's te maken vanuit de urologie. Hier zien we dat er iets mis is met de nierbekken daar. Het zijn witte stipjes ziet u daar. En de urologen die zijn slim, dus die zeggen van nou, doe maar een röntgenfoto voor mij. En dan zie je hier een heleboel witte stipjes aan beide kanten van de nieren. Dit is geen niersteen, maar het is de ziektebeeld is nefrocalcinose. Dat is niets anders dan een teveel aan calcium in het lichaam, die zich dan ophoopt in de nieren. Dat veel van calcium dat kan een heleboel oorzaken hebben. Ook het voedingssupplement kan dus deze aandoening geven. En uiteindelijk leidt het toch dus nierinsufficiëntie. Hier zien we een echobeeld van de blaas. Ik dacht dat dokter Ramsoek het over had, over blaastumoren. Dit zwarte hier, dat is de urineblaas. En dan zit u daar in een witte massa, een grijze massa. Het grijze massa heeft bloedvaten erin. Dit is een blaastumor. De organisatie hoopt dat met de verschafte informatie zwaardere ontstekingen vermeden kunnen worden. De boodschap blijft om op tijd naar het toilet te gaan. Er ontstaan namelijk blaasstenen zo groot als een maya. Die groeien in de buikstreek als dat wordt nagelaten.